deze jongen. Dat is mooi dat hij hier de bal mag overhandigen. Te maken met een actie die AZ medesteunt. Week tegen de eenzaamheid. Kijk hem genieten. Dat is een listig hakballetje alweer van Halilovic. Echt wel de meest spraakmakende speler dit seizoen bij Fortuna. Met die afgezakte kousen, die wapperende haren. Het heerlijke voetbal. Nu stuurt hij Noslin aan de rechterkant weg. De voorzet is niet onaardig en de kans is er voor Sierhuis om de score te openen na iets minder dan een minuut spelen. Panklare voorzet. En hij krijgt hem niet genoeg naar beneden geknikt. Kai Sierhuis. Halilovic, Pinto. Noslin. Weer zo'n voorzet. Nu wat harder. Ryan werkt weg. Dus Jakub. Cordoba probeert het. Fortuna grijpt deze inworp aan om het een keer opportunistisch te gaan proberen. Gaat over Goed heen. Halilovic. Dus een aantal spelers van AZ in. Weet hij toch nog tot de schot te komen. Maar ja, met zijn rechterbeen. Dat is bij Halilovic gewoon een been van een normale sterveling. Met links kan hij toveren. Dijks. Vijf van Fortuna voor de goal. Scherp voor. En daar is nog Cordoba. Dit is knap geschoten. Want helemaal niet zo makkelijk. Daar komt Fortuna weer. Dit roept AZ een beetje over zichzelf af. En Fortuna dwingt het ook af. Kopbal Noslin. Cordoba, Noslin. Fortuna komt toch steeds beter eigenlijk tot aanvallen. Het ziet er allemaal wat completer uit. Alleen die echt grote kans ontbreekt. Ook nu weer. Lachto, ook weer veel te veel risico op die plek. Nijnans van Brederode. Goed. Verdedigend werk van Halilovic. Duarte ruzie met de bal. Cordoba, maar dit valt ook allemaal voor Fortuna. Fortuna veel meer bij de les dan AZ. Pinto, voorzet aangeraakt. En dan laat Ryan hem ook los. Heeft Sierhuis dat niet door? Die was aan het balen. Maar als hij gewoon alles was blijven volgen, ja, dan was er waarschijnlijk ook sprake geweest van buitenspel. Mijnans. Van Brederode. Balletje richting Mijnans. Mijnans. Van Brederode. En daar is hij nog goed voor Klaasie gevallen. En zo gaat AZ toch nog met een lach de kleedkamers in. Dankzij de jubilaris. Zuinig applaus van vader Klaasie. Het is ook een doelpunt dat AZ totaal niet toekomt. Maar dat kenmerkt misschien wel een tussen aanhalingstekens topclub. Weer Denzel Casius. Die moeten we natuurlijk liever voor zijn rechts hebben. Klaasie. Klaasie. Dit lijkt me buitenspel, maar voor de zekerheid rond Pavlidis het wel af. En de vlag blijft naar beneden. Zeven op rij. Het enige wat je zou kunnen bedenken is dat die bal niet via Klaasie daar terecht komt. Dat zou dit shot uit moeten wijzen. Ja, inderdaad, goed gezien. Het is Özyakup die een onbedoelde assist geeft. Combineert zich door AZ. Met frisse benen richting het strafschopgebied. Pavlidis. Van Bommel. Stijlvol gepakt. Pandoer.
De wissels laten zich direct zien. Niet zelfzuchtig. Ook Pavlidis niet. Lekker getrapt. Natuurlijk met zijn favoriete rechterbeen. Pavlidis. Helemaal vrij. Kan aannemen, kan draaien. Kan het spel van AZ versnellen met Van Bommel. AZ loert op een derde treffer. Casius. En die derde treffer weet de Pandoe te voorkomen. En hij heeft hem zelfs in zijn handen. Een beetje onorthodox opgelost. Nou, een prima aanval van AZ. Dit is nog listig gedaan, zeg. Door Belkier. Het leek allemaal wel in kannen en kruiken voor AZ daar. Maar die Algerijn steekt gewoon zijn been uit. En Ryan met een schrik vrij. Prima paas van Sugawara. Gelijk meegeven aan Pavlidis. Daar wacht De Wit eigenlijk te lang mee. Van Bommel. Want de aanval is natuurlijk nog wel altijd in gang. Casius. Met links kan hij het ook heel aardig. En met rechts doet Dantas het. Opleving in Alkmaar. Dankzij Casius en Dantas. Dit is echt een pegel van je welste. Odgaard. Sugawara, Odgaard. Die wordt gesommeerd uit te halen door het publiek. Hij maakt gebruik van Bommel. En dan is het een eigen treffer van Siovas. En zo helpt Fortuna andermaal een handje mee. Een assist bij de tweede treffer. Een eigen goal. Zorgt voor een derde Alkmaarse treffer. Odgaard. Pavlidis. Mihailovic. Dantas meldt zich ook. En het is Pavlidis. En Dantas. En Dantas. En 4-0. Persoonlijk een mooi moment. Voor de jonge Portugees. En er komt echt wat los bij hem. De huurling van Benfica. Probeert het één keer. Stuit dan nog op Pinto. En het zit weer niet bepaald mee voor Fortuna. Want die bal valt ook weer precies voor Dantas. AZ spoelt de midweekse kaarten weg tegen Fortuna Sittard. Het wint met 4-0. Maar echt overtuigend was het allemaal niet van de Alkmaren. Zeker voor dus niet. In de boeken staat het allemaal wel luxe. AZ Fortuna Sittard 4-0.